Kan ik beginnen? Vicente Bessaye, ik heb als eerste één vraag. Ja. Wat vind je nou eigenlijk van ADO, van het team? Heb je er naar je zin in? Ja, het is een leuke team. Leuke teamgenoten. Ik denk dat we progressie maken. Dus ja, het gaat een mooi jaar worden, denk ik. Jou zou trainen hier in Rijswijk. Ja. Ik zie, hij zit lekker in zijn vel. Ja, dat klopt. De laatste wedstrijd ging lekker. Ik kom steeds meer in mijn ritme. Ik voel me steeds fitter. Dus ja, ik heb een goed gevoel. Het team wordt ook sterker. Dus dat is goed om te zien. Ik denk dat ik ook vertrouwen krijg door de mensen om me heen, de trainers, mijn teamgenoten, die ook zeggen van hé, je bent lekker bezig. En dat helpt toch. Het kwam er even lekker uit tegen VVV. bedankt. Ja, dat was mooi. Maar dit is pas het begin, dus ja. Hoe kijk je terug op die wedstrijd tegen VVV? Ten eerste voor het team, 3 punten. Dat is mooi. Dus ja, daar ben ik blij mee. Dat we de 3 punten hebben gepakt. En dat we ook wel goed voetbal hebben getoond. Een aantal kansen gecreëerd. Voor mezelf persoonlijk leuke acties. Assist kunnen geven. Dus ja, we willen steeds meer assist, meer goals. Als team nog mooier voetballen, nog beter voetballen, scherper, meer beter verdedigen. Dus ja, het kan allemaal beter, maar het was een mooi begin. Je had het op je heupen, dat was duidelijk zichtbaar. Zeker toen je een keer op de grond viel, weer opstond, 3 man voorbij ging. Wat gebeurde er allemaal? Als ik me goed kan herinneren, was het die bal kwam een beetje in de kluts. Toen stond ik op, tackle, stond ik weer op. En ja, vallen en opstaan. En uiteindelijk kom ik aan het einde, scoorde ik net niet. Dus ik hoop het weer te kunnen doen en dan te scoren. Merk je dat in de groep? Ja, je gaat ook lekkerder voetballen als je meer vertrouwen hebt. Dus dan heb je ook meer zelfvertrouwen. En ja, dat zie je wel. Hoe was de interlandbreek? Interland, ja, voor mij, ik zou zelf naar onder 19 gaan. Ging niet door? Maar dat ging niet door corona. Dus ja, we hebben gewoon een paar dagen. Ja, je kan alleen maar thuis zitten. Dus je kan vrij weinig doen. Maar daarna gingen we weer pittig trainen. Nu opmaken voor de wedstrijd tegen Vitesse. Komende zondag, 2:30 in het eigen stadion. Ja. Wat verwacht je? Ik verwacht een spannende wedstrijd, want Vitesse speelt goed. Ja, alleen zelf hou ik niet van om naar de andere tegenstander te kijken, want tegen Feyenoord hebben we het ook laten zien. Ik denk gewoon dat we vooral in de intensiteit erop moeten klappen, zelfvertrouwen hebben en gewoon lekker vlammen. Gewoon ons ding doen en dan gaat het resultaat vanzelf komen. Helaas geen fans aanwezig, hoe vind je dat? Jammer? Ja, ik vind het wel jammer, want ik heb nog wel fans kunnen meemaken, nog niet allemaal. Maar ja, ze zijn wel mooi, ze zijn ook heel betrokken bij de spelers. Dus ja, het is jammer. Maar ja, we moeten het ook voor hun doen en we gaan alles voor hun doen. Je bent ook wel iemand die wil voetballen voor de fans, hè? Ja, dat vind ik mooi. En vooral, ik denk ook, de ADO-fans passen ook wel bij mij. Als ik mijn acties maak of in een duel, dat ze me nog meer kracht geven. En ja, dat is wel leuk om te zien. Tot slot, een paar maandjes hier nu in Den Haag. Hoe bevalt het? Ja, het bevalt me heel goed. Natuurlijk, ja, ik speel, dus dat is ook wel lekker. En ja, ik vind het ook gewoon rustig hier, de trainingen. Ik kan lekker naar de club komen, alles is goed geregeld. Het voelt gewoon echt lekker, gewoon als een thuis. En ja, ik hoop dat ik dat kan blijven vasthouden.